ideaal gelegen tussen de kust en Amsterdam, ligt Haarlem. De hoofdstad van Noord-Holland wordt geroemd om haar historie en cultuur. En met haar grote diversiteit aan unieke en hippe winkeltjes in de kleine monumentale straatjes is Haarlem al vele malen uitgeroepen tot beste winkelstad van Nederland. Dit voorjaar is er een geheel nieuwe manier om de stad te ontdekken. De Tulpomania Tour. Deze tour voert door de historische binnenstad van Haarlem en vertelt het fascinerende verhaal van de tulpenmanie in de Gouden Eeuw. Oh kijk, wat een leuk schilderij. Een ware tulpengekte leidde in de 17e eeuw tot prijzen van omgerekend tienduizenden euro's per bol. Een bol was toen ongeveer evenveel waard als een Amsterdams grachtenpand. Onderdeel van de tour is een bezoek aan het Frans Hals Museum, waar een expositie gewijd is aan de beroemde schilders uit de Gouden Eeuw. Het leven in die tijd en de bijzondere betekenis die bloemen daarin hebben. Een welverdiende stop in de tour is een bezoek aan de prachtige Jopenkerk. Die is omgebouwd tot een moderne stadsbrouwerij. Kijk eens, het Tulpomania bier. Het is een Luiks bier, gebrouwen naar een 17e eeuws recept. Op deze historische locatie kun je met het speciaal gebrouwen bier de geschiedenis van de stad letterlijk tot je nemen. En als je de smaak werkelijk te pakken hebt, kun je na deze proeverij nog de bus nemen naar de Keukenhof, waar je de tulpen in het echt kunt aanschouwen. Maar als je hier nog wat langer wil blijven, vertellen wij dat niet door hoor. Ook zin gekregen in Haarlemse historie, cultuur en biertjes? Kijk dan op onze site.